Nou Guido, jullie hebben een prachtige dag uitgezocht, hè? Ja, zeker. We hebben ervoor veel voor moeten doen, maar het is goed gekomen. We hebben alle weermannen gevraagd of het vandaag alsjeblieft goed kon zijn na het weer van vorige week. Maar het is goed gekomen. Ja, zeker. En ja, jullie hebben heel wat op het programma staan vandaag. Het is genoemd Vinkeveen ontwaakt. Vinkeveen was nog in slaap. Ja, Vinkeveen slaapt iedere winter. Sterker nog, Vinkeveen slaapt eigenlijk tot aan het 30 graden is en de mensen weer eens een keer naar een bootje gaan. Het is natuurlijk nog geen 30 graden, maar vandaag met dit prachtige weer, al is het al geen 30 graden, is het al heel druk hier. Er wordt heel wat georganiseerd, hè? Dit is eiland 4, hè? Ja, 4 en 5 zijn we nu. Dit is het verzamelpunt van alle activiteiten van ons als organisatie overdag. Maar daarnaast zijn er op alle jachthavens ook allerlei dingen te doen. En rond de plas, bijvoorbeeld bij het Vinkeveenmuseum of het museum van de Veensteker. En we hebben een powerboat race die u achter u al misschien kan zien. En s'avonds hebben we daar een feestelijke afsluiter en een borrel. Dus dat is dan verplaatst het feest eigenlijk daar naartoe. Dan gaat Vinkeveen natuurlijk gewoon de hele zomer verder. Ja, zeker weten. Tot de kerst hebben we dit weer. Dat is geweldig. Deze weersverwachting van je. En daar gaan we op rekenen. Dankjewel. Super, absoluut. ...46 is Dimitri Bruins. Gaat op een... Die komen van heel ver. Dat wil zeggen, daar moet een Nederlander gewoon 1800 kilometer voor rijden. Want dat is er ergens. Hoe gek het is, oorlog mag klinken. Die achterstand, dat lijkt heel wat, maar dat valt toch vanzelf wel mee. Ja. Nog een van mededeling tussendoor en dat is, dat heet alweer een dienstmededeling en die is voor de pijn van hedenmiddag. We staan wel lekker op de kant te kijken en denken, dat kunnen wij ook. Ik geef je te doen als je vast in zo'n stoeltje zit en dan met zo'n 63 kilometer per uur over dit water heen te gaan, waarbij de boot regelmatig toch een kant op, regelmatig op een zeker van het gas af, maar met een 15 pk'tje, toch zo'n 63 kilometer te genereren. Daar is wat voor nodig. Daar is een bootje voor nodig, een bootje natuurlijk.